Vorig jaar Aleida van Putten. En nu weer iets groots op handen. Kun je de kijkers een beetje vertellen wat je in het weekend, laatste weekend van mei hier in de Kloostertuin gaat doen? Ja, heel graag. Inderdaad, vorig jaar Aleida van Putten. Dat was echt een soort van openluchtspektakel, zal ik maar zeggen. En we hebben gezegd, dat doen we graag nog een keer. Maar even niet dit jaar, want daarvoor is het toch wel heel veel werk om dat allemaal te organiseren. Maar we wilden wel heel graag iets doen. En al met al is dit toch ook al best weer iets groots geworden. We gaan de mensen een prachtig kleinkunstprogramma aanbieden. Nederlandse liedjes, Nederlandstalige liedjes van Annie M. G. Schmid, Robert Long, Wim Sonneveld, Herman van Veen. Echt mooie Nederlandstalige liedjes uit de jaren 60, 70 en 80. Dus vandaar ook de titel, toen was muziek heel gewoon. Want nostalgie is hot, hè, zou je kunnen zeggen, is populair. En is ook wat te begrijpen. Mensen hebben veel gekeken naar Moeder, ik wil bij de revue. Hebben ook die musical gezien. Zijn dol op het schaap met de vijf poten. En alle volgende series natuurlijk. Goedenavond, dames en heren, die nieuwe serie. Dat zijn allemaal programma's die bij de mensen een bepaald gevoel oproepen. Nostalgie. En dat vinden ze prettig. En ze luisteren ook dan weer met nieuwe oren eigenlijk naar die muziek. En dat is wat wij ook hebben gedaan. We hebben die muziek als het ware afgestoft, zou je kunnen zeggen. Onze muzikaal leider is ook arrangeur, Peter van der Gaag. En die heeft al die liedjes van, zou je kunnen zeggen, een nieuw jasje voorzien. Niet de melodie overboord of zo, maar dat allemaal iets meer van deze tijd gemaakt, maar dat mensen toch zeggen, oh ja, heerlijk. Heerlijk, vluchten kan niet meer. Oh ja, dat is zo'n mooi liedje. Iedereen gaat mee zitten neurien op de tribune. Dat weet ik nou al. Naast me zit Dirma Speldekamp van Museum Elburg. Het wordt in jullie Kloostertuin gehouden. Ik denk dat jullie daar ook nog wel iets speciaal voor maken voor mensen die iets meer willen dan alleen maar toegang tot het evenement. Ja, uiteraard. We hebben hartstikke mooie theaterarrangementen. Speciaal verkrijgbaar. Er zijn ongeveer 50 plaatsen voor theaterarrangementen te krijgen voor dit evenement. En daarbij krijgen mensen voor €40 krijgen ze een heel diner aangeboden, wat aangeboden wordt door de Haas. Dat gaat allemaal, kunnen ze speciaal gaan eten in de ruimte hierachter, in de refter, de voormalige eetzaal van de nonnen. En daarbij krijgen ze ook een speciale plek in de tuin. Op net zo'n mooie bank als waar we nu op zitten eigenlijk. Dus dat is het speciale theaterarrangement. Vorig jaar met Aleida van Putten hadden we prachtig mooi weer. Laten we maar niet gaan lopen doemdenken. Op 29 en 30 mei schijnt het zonnetje 's avonds in de Kloostertuin. Of is het niet op de avond? Ja, het is zeker op de avond. We willen het leuke sfeertje houden en de zonsondergang is altijd prachtig in de tuin. En zo kunnen we dan ook weer met mooie verlichting werken. Dus dat maakt het sfeertje weer compleet. En als er nog een paar van die bankjes bij staan en hier en daar wat lampjes schijnen, dan wordt het een heel mooi sfeertje. En dan ook nog muziek erbij. Wat wil je nog meer, toch? Kortom, we hebben helemaal 600 plekken. En als je naar toen was muziek heel gewoon wilt, zul je er heel snel bij moeten zijn. Ja, dat dacht ik. En stuur vooral dan een reserveringsmailtje naar toenwasmuziek@gmail.com. En dan komt het goed. Dirma, bedankt. Naast me komen zitten Peter van der Gaag, muzikaal leider van Toen was muziek heel gewoon. Dat lijkt me een ongelofelijke uitdaging. Nou, een uitdaging is het zeker. Het is sowieso altijd een uitdaging om elke productie weer een eigen karakter te geven. Ik heb al vaker producties geleid met dit soort liedjes, ook van Annie G. Schmid en Harry Bannink. En het gevaar zit er een beetje in dat je dingen gaat kopiëren en hetzelfde gaat doen. Maar het is juist de kunst om elke keer weer iets nieuws te verzinnen, om het eigen tijds te houden en leuk natuurlijk. Kun jij de kijkers een kijkje in de keuken geven wat ze hier kunnen verwachten bij Toen was muziek heel gewoon? Ze kunnen een heel gevarieerd liedprogramma verwachten. Gevarieerd van hele verdrietige liedjes tot hele humoristische liedjes. Liedjes waar je echt om kan lachen. Komische situaties gaan voorbij komen. Hele mooie romantische liedjes ook. Maar ook gevarieerd in de tijd waarin ze vandaan komen. Dus een liedje van Connie Stewart bijvoorbeeld uit de jaren 60, maar weer een heel nieuw liedje van Herman van Veen. Dus ja, heel gevarieerd. Jullie gaan liedjes doen van groot artiesten, maar die ook een heel eigen stemgeluid hadden. Ga je dat imiteren of ga je daar een eigen inbreng in doen? Ik vind zodra je echt dingen gaat imiteren, dan breekt het al af. Want je gaat het origineel nooit halen. Die artiesten die zijn zo goed. Op dat niveau kom je haast niet, zou je kunnen zeggen. Terwijl als je het eigen maakt, dan kun je dat niveau wel benaderen. En je hoeft niet per se op die andere artiesten gaan lijken om iets goeds neer te zetten. Je kunt zijn of haar teksten gebruiken, die melodieën, maar dat het toch iets van onszelf wordt. En dat is wat we proberen te doen en gaan doen.